het is best wel gek als je erover nadenkt dat jij en ik, weet je wel, in de samenleving nu, waar we nu zijn, niet voor alle mensen, alle tijden, overal, maar wij hier nu kunnen alles doen wat we willen. Ik wil niet weten hoe het met 500 van mijn vrienden gaat of kennissen. Mm-hmm. Dat is gewoon too much. Ja. Maakt me niet gelukkig. Het dient mij niet. Het dient enkel het doel van het ego wat graag wil weten. Oh, gaat het wel oké? Okay? Gaat het oké met mij? Is er geen gevaar? Hoe gaat het met die? Maar als jij bezig bent met die andere zijn leven, basically. Mm-hmm. Wie is er dan met jouw leven bezig? Probeer niet te leven zonder problemen. Maar probeer te kiezen welke problemen je belangrijk vindt. Informatie zijn eigenlijk de nieuwe calorieën. Ik zou het heel mooi vinden als mensen niet meer bang zijn om op zichzelf te zijn. Live it up, live it up. Zo, Jeanette. Ik was net iets te enthousiast. Ik had er inderdaad even bij mogen zeggen dat bij ons het intro ook gewoon in de live versie zit. Ja, dat is bij mij niet. Dat is bij niemand volgens mij. En zo zijn er dus toch verschillen tussen de verschillende podcasters in Nederland. En zo kennen we elkaar ook volgens mij. Volgens mij heb jij mij ooit een keer toegevoegd op LinkedIn. Ik had toen net mijn podcast en jij begon ietsje later met een podcast die inmiddels ook heel succesvol is. En dan komen we meteen op een mooi thema. Ik was ook echt heel jaloers op je naam, by the way. Want een van mijn eerste ideeën was de helden, het helden, iets te doen met de Hero's Journey. En dat te verwerken in de titel. En ook titel, dat te verwerken in de titel. Nee, om naar dat stuk te kijken, dat je obstakels en het mensen laten zien dat het niet alleen maar piekervaringen zijn, maar dat je ook hele diepe dalen hebt. Het zag ik jou en dacht ik, ah, dit is echt geniaal. Nou ja, er zit nog een kleine nuance, omdat het woord hordes, mijn vader die zegt, ja, toffe naam, alleen is het hoorden met een N. Oeps. Toen even de vandalen geraadpleegd, blijkt allebei te mogen. En staat zowel voor obstakel als voor de massa. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Oeh. Omdat de massa natuurlijk ook is waar je, als je een solopreneur bent, ja, waar je soms wat weerstand gaat ervaren. Even terug naar jou. Ja. Dan hebben we het eigenlijk over het kopje connectie. Hè? We hebben elkaar natuurlijk via social media gevonden. Hebben een heleboel mooie mensen ontmoet, ook in onze podcast. Maar ik weet dat jij nu ook bezig bent met niet zozeer de connectie online, maar vooral met de connectie in jezelf ontdekken, door allerlei dingen wandelen in de natuur en zo. Ja, wat is jouw relatie op dit moment met social media? Oei, nou, ik wil even beginnen met zeggen dat ik echt nog steeds ontzettend jeuk krijg van het woord connectie. Ik weet niet waarom. Ja, nog steeds. Ja, ondanks dat ik nu zelf daar wel iets anders in staan. Ik krijg altijd een beetje jeuk van. Net als dat ik van heel veel spirituele termen en mensen, dat ik daar een soort van stereotyp beeld bij heb, had ik ook met het woord connectie. Ik wil connectie. Ik had dat niet. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ik heel graag op mezelf ben. Ja. En nu, en dan maak ik even een bruggetje naar je vraag. Nu ik dat langer ben en vaker ben en zie zeg maar wat het voor me doet, is het inderdaad meer, oh, maar wacht eens even. Het is meer dat ik nu duidelijker mijn grenzen aangeef door bij mezelf te blijven. En dat de connectie met anderen ook ten goede komt. Mm-hmm. Maar ik kon helemaal geen connectie met anderen, omdat ik helemaal geen, denk ik, helemaal geen boundaries had. Helemaal open stond. En nu ik langer alleen ben, dat klinkt alsof ik een of andere op een beetje een hei woon, wat half ook waar is. Maar meer tijd met mezelf doorbreng en meer tijd in stilte doorbreng, heeft me de waarde van connecties laten zien. Ja. Ja. Dus je vindt het woord nu nog steeds stom? Ik vind het, ja. Dat zit in het woord, maar niet in de betekenis daarvan.
Nou, het werd een beetje gezegd als, weet je, dat is het grootste goed om naar te streven. Mm-hmm. En waar ik zelf tegenaan liep, dacht ik, ja, ik heb helemaal niet superveel vrienden. Of een heel druk sociaal leven. En ik voelde me altijd ook ergens een beetje schuldig of iemand die faalt. Zo van, kijk naar de series waar ik mee groot ben geworden. Een Full House of zo, weet je wel? Ja. Grote familie, grote vriendenkring. En allemaal sociaal en gezellig. En dat was ik helemaal niet. Mm-hmm. En nu durf ik daar wat meer in te gaan hangen. En denk ik dat ik zelfs durf te beweren dat heel veel mensen vaker alleen zouden moeten kunnen zijn. En dat niet iedereen 20 beste vrienden nodig heeft. Of een heel druk sociaal leven. En dat we niet 500 mensen hoeven te volgen dagelijks. En van iedereen alles moeten weten. Ja. Ik denk dat dat gewoon way too much is. Ja, ik denk, volgens mij wat ik je hoor zeggen, weet je, er zijn meerdere lagen waarop je dan dat piepwoord kan inzetten. Ik mag het gewoon zeggen hoor. Maar dat is volgens mij inderdaad een soort van illusie, dat we door meer te connecten online, dat we dan ook meer connectie krijgen. Ik denk zelfs dat andersom is, meer armoede. Ja. Ik heb hier ook wel eens met Paulien van Eerdenburg gezeten, een beetje een influencer op Instagram. Maar die zegt eigenlijk, iedereen die ik wil worden, die volg ik niet. Omdat ik daarmee mijn authenticiteit verlies. Ja. Omdat ik dat dan ga nadoen. Maar ik verlies eigenlijk ook mijn optimisme. Omdat ik zie dat zij al verder zijn dan ik. Oh, mooi. Ja. Dus dat is een soort omdenken misschien. Nou, niet misschien. Wat is voor jou dan in... Wat is voor jou dan de rol van jouw podcast? De spirituele rol. Want dat is natuurlijk toch een soort van datingplatform. Zo zie ik het wel een beetje. Ik bedoel, ik heb zelf heel veel vrienden. Hebben wij nu een date zonder dat ik het weet? Is dat wat je nu zegt? I don't know. Misschien. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik weet niet of jij dat ook mee hebt gemaakt. Dit is voor de eerste keer dat ik een koptelefoon op heb. Dus ik moet nog even een beetje... ik moet mijn plekje nog even vinden. Maar die gesprekken zijn zo open vaak en diepgaand meestal ook. En de thema's die jullie behandelen natuurlijk ook. Soms voelt het daarna, weet je, als na zo'n gesprek, dan kijk je je gast aan. En soms benoem ik het ook zo van... Het voelt al een beetje alsof je net seks hebt gehad of zo. Grappig dat je dat zegt. Ja. Even, je hebt samen in zo'n soort van bubbel gezeten met z'n tweeën. Super intiem. Ja. En je hebt echt aandacht voor elkaar. En waarom voelt dat als seks? Volgens mij omdat dat voor de enige plek nog is waarin je heel intiem bent en heel erg aandacht voor iemand hebt. Maar mensen praten helemaal niet meer op deze manier met elkaar, heb ik het idee. Nee. En misschien is het dat. En dat heb jij dus ook. Misschien, ja. Nou, nee, ik, je kan het aan Jur vragen. Voor mij is dat woord intimiteit. Ja. En om er meteen een soort personal side note aan te koppelen. Ik heb in Genève tijdens een soort, ik noem het even een retraite, heb ik echt met mezelf afgesproken. De intimiteit die ik heb in een podcast, de manier waarop ik luister en in dialoog ga. Als ik die nou eens meeneem naar mijn liefdesrelatie en mijn vriendschappen, wat zou er dan wel niet kunnen gebeuren? Waarom doe je dat niet dan? Nou, omdat dan komt dus dat vieze andere modewoord, commitment. Omdat wij nu de afspraak hebben om de komende uur of anderhalf te praten over een bepaald thema. En daar is, er zit ook een soort rust. Weet je wel, we weten, we gaan nu niet op ons telefoon kijken. We zijn er nu voor elkaar. Dus het is echt een soort afspraak. Ja. En die afspraak maak je denk ik niet op het moment dat je met iemand thuis zit. Ja, je hebt Jan Guts ook al gehad, toch? Of niet? Ja. Volgens mij heeft Jan daar ook echt uitgesproken mening over. Over het niet samenwonen en niet helemaal in elkaar versmelten. Ik denk omdat je elkaar dan heel erg vanzelfsprekend neemt. En dus ook niet meer die volle aandacht aan elkaar geeft. Omdat je gewoon in elkaars periferie hangt. Ja. Van ja, je bent er. En we doen samen leuke dingen. Maar eigenlijk zitten we samen te Netflixen terwijl je op je telefoon zit en half met elkaar te praten. Mm-hmm. En dat doen wij nu niet. Nee. Ik denk ook dat je daarna van elkaar weg moet. Mm-hmm. Want ik denk dat je die verbinding pas echt aan kan gaan. Ook in een relatie. Als je in loslaten zit verbinding. En in verbinding zit loslaten. En als je... Ik had daar laatst een mooie boswandeling aan besteed. Ik denk dat je daar zo natuurlijk naartoe wil.
Naar het bos. Naar het bos. Naar het bosbaden. Onze date gaat verder in het bos. En sorry, nee. ik hou je even helemaal uit. Nee, maakt niet uit. Is dat... als ik kijk naar hoe mijn relaties dan gingen... en misschien waarschijnlijk ook heel veel anderen... weet je, in het begin ben je heel erg verliefd... en dan ben je echt helemaal met elkaar bezig... en dan wordt dat gewoon normaal... en dan ja, hang je dus in elkaars periferie... en ga je dezelfde kant op. Dan loop je samen zeg maar door dat pad. Maar je laat elkaar nooit meer helemaal los. Maar voor veel vrouwen, ik weet niet of dat voor mannen is... je blijft altijd een beetje hunkeren naar dat... die mate van aandacht uit van het begin... toen je nog echt helemaal op elkaar gefocust was... Ja. Het is heel erg, en dat voelt niet zo heel fijn. En heel veel vrouwen gaan dan een beetje hangen. Ik ook, bedoel, dat is mijn vrouw ook al. En word ik een beetje needy en dan ga je vragen. En wat de meeste mannen dan doen, is zichzelf een beetje ervan verheren. Weet je, dat is niet zo. Het is niet leuk, want een man wil veroveren. Ja, precies. Ja. Dus je verpest het niet, maar je doet precies datgene wat je eigenlijk niet zou moeten doen om het weer. Die spark weer terug te krijgen. Dus je moet elkaar eigenlijk helemaal los kunnen laten. Ik bedoel, voor mij is het nu, ik ben al 39... ik zou nooit meer willen samenwonen. Nu in mijn relatie, ik heb een latrelatie. Uh-huh. Ik zie hem 3 dagen in de week. Ik wil echt heel graag 4 dagen in de week voor mij, op mezelf zijn. Ja. En hem ook echt loslaten. Ik zeg niet dat het niet kan, dit werkt voor mij. Hè? Uh-huh. Niet dat dit voor iedereen de perfecte oplossing is, maar... juist dat elkaar loslaten. En hey, je hebt ook nog een leven naast mij, zeg maar. Waar ik niet 100% bij ben of zo. Even dat verlangen. Even ook een klein beetje die pijn. Van oh, eigenlijk wil ik nu wel bij je zijn, maar je bent er niet. En elkaar die vrijheid geven. Want we hebben een open polyamoreuze relatie. Wauw. En als iemand dan weer terug bij mij is. Zeg maar, ondanks dat eigenlijk de sky is the limit. En ja. Je kan naar iedereen toe waar je naartoe wil. En je bent dan toch bij mij. En als je er bent, dan... omdat we elkaar ook dan een paar dagen niet hebben gezien... dan ben je er echt met elkaar en ja. Bij elkaar. Voor mij is dat perfect. En dan, dat hoeft voor mij ook niet 24/7 nee. Te zijn. Want dat is wel gek, want ik heb ook ja. Mijn eigen behoeften. Dus voor mij werkt dit gewoon heel, heel fijn. Maar eigenlijk hebben we het hier over onverdeelde aandacht. Ja, absoluut. Ja, ja. En het is heel makkelijk om dat voor lief te nemen... als iemand er altijd is... En ik vind het heel knap als mensen dat kunnen met iemand die er altijd is. Daar ben ik ja. Nog niet. Dus ik ben een soort van beginneling in dat opzicht. Ik maak het mezelf makkelijk door afstand te creëren, in te bouwen. Ja. Ja, ja het is misschien... Ik moet dan even denken aan meditatie. Dat misschien ook anders als... Je hebt het ook een sportbeoefenaar. Dat je eerst een paar minuten lang een bepaalde handeling kan doen. En dan kan je dat op een gegeven moment gaan rekken. Dus je bent eerst een kilometer aan het hardlopen... en uiteindelijk ren je een ultramarathon van 100 kilometer. Ja, hè? Dus ik weet niet of het waar is, maar misschien is dat zo... dat je die 3 dagen op een gegeven moment naar 4 dagen kan zetten. Oh zo, ja. Is dat voor jou gekoppeld aan leeftijd? Hè? Want ik hoor je nu zeggen van ik zou dat nooit meer willen. En dan moet ik eventjes denken aan mijn opa en oma. Mijn oma is dan net overleden. Maar dat hele individualistische en dat zelfonderzoek en eigen doelen... ja, dat is een beetje een soort van ja, achterwege voor mijn opa bijvoorbeeld. Is het niet zo dat als jij zo meteen 60 of 70 of 80 bent... dat je dan wel die behoefte hebt om volledig te versmelten met je partner? En dan kan ik dat toch nog gewoon nog steeds doen? Ja, nou ja, dat geloof ik. Maar mijn vraag is dus ja, of je een soort verloop ziet van super individualistisch... naar steeds meer versmelten met de ander of juist niet? Ik vind mezelf, en dat misschien is het tegenstrijdig... niet super individualistisch. Ja, ik heb me-time nodig. Uh-huh. Heb ik ontdekt. Maar daardoor kan ik er meer voor een ander zijn. Dus... het lijkt een beetje individualistisch, misschien wel egoïstisch. Van oh, je gaat voor je eigen ding. Maar ik weet als ik goed. Net als in het vliegtuig, weet je wel. Je moet eerst je eigen masker opzetten. In geval van nood. Als ik goed voor mezelf zorg. Ja. Kan ik er ook beter voor jou zijn. En ik heb voor mij, mijn unit. heb ik ontdekt. Die is beter in de omgang. En kan er meer voor een ander zijn. Kan betere connecties aangaan. Als ik ook heel veel aandacht besteed aan waar ik behoefte aan heb. En mijn configuratie is gewoon graag. Op zichzelf, aan het nadenken, aan het analyseren, aan het lezen, aan het filosoferen. Uh-huh.
Wat het dan ook maar is. Ja, heb ik een gek voorbeeldje. Ook uit mijn eigen leven gegrepen. Oké, het voorbeeld niet. Maar een Belgische zanger heeft een keer gezegd... Voor mij was het dieptepunt dat ik een liedje schreef over met mijn dochter naar het strand gaan. Toen mijn dochter vroeg, pap, zullen we naar het strand? En ik zei nee, want ik ben een liedje aan het schrijven. Ja. En die valkuil, daar ben ik volgens mij laatst ingevallen. Dat mijn broertje zei, in het woord zelfhulp zit het woord zelf. In hoeverre is dat zelfonderzoek, dat lezen... dat ja, ik weet ook dat je veel boeken leest. In hoeverre is dat niet juist ja, een distanciering van de connectie... waar je eigenlijk naar op zoek bent? Ja, voor mij niet. Voor mij zijn die twee echt totaal los. Want ik wil ze alle twee. Als ik kijk naar... mijn eindwaarde of wat er in mijn roadmap staat, waar ik naartoe wil, wat voor mij belangrijk is. Vrijheid, wijsheid en overvloed. En dat is heel persoonlijk. Iemand anders is daar mag ook gewoon geluk, liefde, zorgzaamheid, carrière. Ik heb gemerkt, vrijheid vind ik belangrijk. Wijsheid, dat zit, en in overvloed zit ook overvloed in geld, ja. In liefde, in connectie. Dat is voor mij allemaal overvloed. Ik wil beide. Ik wil niet alleen maar helemaal los vrij die aan het nadenken is. Ik wil ook echt dat menselijk contact. En deels is dat natuurlijk een podcast, maar gewoon mijn relatie en mijn vriendschappen. Maar die moeten wel, dat moet er wel beide zijn. Want als het alleen maar vast is, dat heb ik geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld 5 keer samengewoond, veel relaties gehad. Het werkt niet. Dan doof ik uit. Dus ik heb dat nodig. Ja. En, als ik mezelf die vrijheid gun, die ruimte... kan ik er ook beter zijn nogmaals voor een ander... en die connectie dus dieper maken. Maar dat is ook omdat ik mezelf beter leer kennen... en weet wat bij mij past en waar ik behoefte aan heb. Ja. Nou ja, ik vraag het... en ik merk dat ook bij veel gasten die ik hier aan tafel heb gehad... hè, dat in theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde... maar in de praktijk niet. Dat vind ik een hele leuke zin. Even een doordenkertje. In theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, maar in de praktijk niet. Ik snap hem. Ik denk dan toch dat ik wel practice what I preach in dat opzicht. Ja? Je hoort mij niet zeggen, nee. Heb je dat ooit, heb je dat ooit verkeerd gedaan? Is het ooit wel verkeerd gedaan? Toen jij dat vertelde over die zanger. Ik heb natuurlijk mijn vorige bedrijf, Love Fit Food, ging over voeding en over trainen. En over bijvoorbeeld wel of geen suiker eten. Dat is echt mijn beginpad als online ondernemer. Daar had ik wel een beetje die cognitieve dissonantie. Sterker nog, ik schaamde me echt dat ik op de cover van een kookboek stond voor fitte mensen. Het slaat nergens op. Want ik denk ook, ik ben rete sterk, maar ik heb geen sixpack. Ik zeg het verkeerd. Ik heb geen zichtbare sixpack. Maakt mij dat minder sterk of minder fit? Nou, ik geloof dat ik nu wel bewezen heb dat ik niet minder sterk en minder fit ben. Mm-hmm. Maar dat plaatje van, waar moet dat dan aan voldoen? En daar had ik hem wel. Zo van, ik verkondig hier een bepaalde lifestyle. Alleen je ziet het misschien niet aan mij af zoals een doorsnee fitnessmodel dat wel etaleert. Ja. Daar had ik het wel. Maar waar ik nu mee bezig ben, als het gaat over persoonlijk leiderschap, je ontwikkeling, je spirituele pad, al die mooie thema's, denk ik, ik sta daar wel echt met 2 voeten in de klei wat dat betreft. Ja. En zo komen we bij persoonlijk leiderschap. Ik weet dat je ook non-dualiteit hoog op je interesselijstje hebt staan. Hoe verhoudt zich dat tot persoonlijk leiderschap? Hè? En dat is misschien wel een beetje een soort van klassieke vraag inmiddels. Ja, want ik heb hem ook zelf een paar keer aan gasten gesteld. Zo van, maar leg het me uit. Hoe dan? Ik snap het niet. Hoe kan je nou je gaan sturen als het allemaal maar gewoon gebeurt? Ik weet het niet. Ik ben niet de expert. Ik heb voor mezelf daar een weg in gevonden of een antwoord op gevonden. En ik denk dat de sleutel zit, voor mij... in de massiveness van het onbewuste. Onze bewuste geest, onze bewuste capaciteit... kan gewoon een heel klein stukje kunnen we bewust sturen. Wat is dat, 50 bits per seconde of zo... versus 11 miljoen bits onbewust.
denk, oké, dus eigenlijk ben ik op de automatische piloot 99,9% van de tijd doe ik gewoon. Maar die 0,1% van de tijd ben ik wel bewust aan het sturen. En daar heb ik wel invloed op. Dus ik zoek een beetje... volgens mij noemde Corey Allen een soort van wiggle room. Je hebt een klein beetje manoeuvre. Mm-hmm. Soms kan ik gewoon geen woord meer uitspreken. Manoeuvreerruimte. Mm-hmm. Klein beetje, denk ik. In de... Even kijken of ik het goed zeg. Snap je wat ik bedoel? Want ik... Ja, en wat maakt dan... Help me even. Wat maakt dan dat je die 0,1% van persoonlijk leiderschap, noem ik het dan even, of keuzemogelijkheid, wat maakt dan dat je daarop inzet? Ik weet al waar ik net naartoe wilde. Sorry, terwijl jij aan het praten was, kwam niet terug. Wat ik dus heel bewust doe, is opletten waar ik mij mee voed. Want ik kan maar 50 bits bewust processen en keuzes in maken. Maar er zijn nog steeds 11 miljoen bits die ook tot mij komen. Wat ik zie, wat ik hoor, wat ik lees, wat ik voel, ervaar, et cetera. En ik heb me wel heel bewust uit een bepaalde context gehaald die mij niet diende. En ik voed mijn hoofd dus door inspirerende omgevingen, fijne boeken, leuke podcast, gezellige mensen, whatever. Dus ik probeer wel echt weg te blijven uit klagen, negatief denken. Ik kijk niet naar het weerbericht. Ik kijk niet naar het nieuws. Ik vind social media, vond ik helemaal geweldig. En nu denk ik eigenlijk, gadverdamme, eigenlijk wil ik het gewoon... Ik wil niet weten hoe het met 500 van mijn vrienden gaat. Of kennissen. Mm-hmm. Dat is gewoon too much. Ja. Maakt me niet gelukkig. Het dient mij niet. Het dient enkel het doel van het ego wat graag wil weten. Oh, gaat het wel oké? Okay? Gaat het oké met mij? Is er geen gevaar? Hoe gaat het met die? Klopt het dat ik je hoor zeggen dat met dat kleine stukje invloed wat je zelf hebt, dat je daarmee de grotere levenskeuzes maakt? Licht toe. Ik moet even denken aan Peter Maasdam. Die zegt perfectionisme. Daar is niks mis mee. Maar wat er verkeerd gaat, is dat we vaak perfectionistisch zijn op de nitty-gritty details. Oh zo. Maar als je nou heel perfectionistisch bent op je missie, van ik wijk daar niet vanaf, ja, dan trek je alle andere dingen in die orde mee. En dat ik jou dus eigenlijk nu vraag, is het zo dat dat kleine stukje invloed wat jij hebt, dat je dat probeert te richten op grotere vraagstukken in je leven? Ja, en ook dat kleine stukje bewust sturen wat ik kan doen. Dan wil ik inderdaad input als een boek of een podcast of een documentaire of een serie of iets of een omgeving of whatever, waarvan ik weet dat het ook nog doorappt later. Dus een soort van, volgens mij Leroy Naarden noemde dat een soort van olietanker die je probeert te besturen met een heel klein poppetje. En het enige wat ik kan doen is gewoon meer informatie in die olietanker gooien, zodat langzaamaan dat hele systeem, al die patronen, al die overtuigingen, al die gedachten. Ja, mooi. Want we zijn helemaal, we worden door onbewuste patronen gestuurd. Mijn identiteit, mijn ego, wie ik ben, waar ik naar verlang, wat ik leuk vind, waar ik van aanga, dat is allemaal geschiedenis. Dat is allemaal gevormd door alle input die ik heb gehad, bewust en onbewust. Maar vooral dus onbewust. Je opvoeding, je school, et cetera, et cetera, et cetera. En als je dat dus weet en als je denkt van, hé, waar ik nu op aan het afstevenen ben, is niet waar ik naartoe wil, of ik wil een andere kant op, dan denk ik, oké, dan ga ik dus kijken naar die... Kijken of ik nieuwe patronen kan maken of nieuwe overtuigingen. En dat is niet door een, oh, en nu gaat alles anders. Volgens mij moet je gewoon geleidelijk aan steeds meer nieuwe input erin stoppen, zodat het dat onbewuste machientje ook mijn kant op gaat. Mm-hmm. Ik heb ooit een model geleerd. Herkennen, verkennen, erkennen. Dus eigenlijk waar het... verkennen, erkennen, herkennen. Dus je verkent bij jezelf, hey, wat speelt er allemaal? Welke patronen doe ik allemaal? Vervolgens, daar is hij weer. Herken je het? Vervolgens zeg je, and that's okay. Erkennen. Ja. Ja. In dat hele rijtje zit helemaal niet de keuze om jezelf anders te gedragen. Dat hele rijtje gaat alleen maar over het zien, het bewust worden. Ja.
En dat is mijn vraag aan jou. Geloof jij dat zien wat er speelt voldoende is voor ja, een gedragsverandering? Of heb je ook echt een keuze te maken? Dus zien, hey, roken is slecht voor mij. Is dat voldoende om op onderbewust niveau toch te stoppen? Of moet ik ook echt kiezen, ik stop met roken? Oei, geen idee. Goeie vraag, leuke vraag. Ik denk dat we op heel veel verschillende manieren van gedrag kunnen veranderen. Ik denk dat je absoluut een soort van lightning bolt. En nu doe ik alles anders en there's no way back. Dus dat je echt in één keer stopt met vlees eten of stopt met roken of wat. Of iemand die zwanger wordt, weet je wel. Die kunnen wel plotsklaps ineens anders eten, niet roken, beter voor zichzelf zorgen. Of als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Weet je, als het echt de pijn in één keer acuut en groot is, denk ik echt dat mensen kunnen veranderen. Maar ik denk dat het allergrootste deel gewoon heel geleidelijk patronen aanpast. Mm-hmm. Dus ik denk dat het afhankelijk is van de persoon en de context wat voor je werkt. Heb jij, ze heet Gretchen Rubin, volgens mij. Naam doet me wel daar. Better Than Before is een hele leuke. Als mensen dit een interessant thema vinden van hey, hoe verander ik nou? Mm-hmm. En zij richt zich helemaal in op habits. Jordan Peterson zag ik daar laatst ook iets over posten. Eigenlijk is alles wat we doen, is gewoonten. Er zijn structuren. Ja. Het is best wel gek als je erover nadenkt dat jij en ik, weet je wel, in de samenleving nu, waar we nu zijn, niet voor alle mensen, alle tijden, overal, maar wij hier nu, kunnen alles doen wat we willen. Ik kan nu daar in het raam klimmen. Ik kan zeggen, fuck it, naar buiten lopen. Doei. Of gewoon dit gesprek afmaken. Of weet je, ik kan alles doen wat ik wil. Maar ik doe het niet omdat ik mezelf willens en wetens, waarschijnlijk wel onbewust, afhankelijk heb gemaakt van een bepaalde uitkomst, van een bepaald persoon, van een bepaalde omgeving. Waardoor ik dus aan de ongeschreven regeltjes voldoen. Je hoort daar niet in het raam te gaan zitten. Dan ben je onaangepast. Ja. Je moet netjes dat gesprek afmaken. Anders vind je mij stom. Weet je? Dus ik ben aan allerlei soort structuren en regels en normen. Zit ik hier en gedraag ik me. Maar basically kan ik alles doen wat ik wil. Ja. En als datgene wat hier nu is, of wat het leven wat ik nu heb, wat gewoon ontstaan is uit gewoonte, die structuur, en die is belangrijk, die hebben we nodig. Als me dat niet zint, dan ga ik kijken naar hoe ik andere gewoonten en andere structuren kan maken. En daar heeft ze een heel leuk boek over geschreven met, ik geloof, 21 manieren waarop je gewoonte aan kan passen. Ook afhankelijk van het type persoon dat je bent. De een heeft heel veel externe accountability nodig. De ander moet heel erg de reden weten waarom. Een ander kan je helemaal geen verandering opleggen. Dat moet van binnen uitkomen. Dus ze maakt daar wel onderscheid in verschillende persoonlijkheidstypen. Mm-hmm. Maar de vraag van, ja, hoe veranderen we? Denk ik, ja, oké, lees haar boek. Er staan 21 manieren voor nieuwe gewoonten in. Wat ik echt wel een mooie eye-openers vond. Ja, want je hebt het over een soort van conditionering van, nou, dat weet je wel, dat is voor mij gezond of dat maakt me succesvol. Of kan ik iedere dag een boterham smeren. Is het niet ook gewoon dat de mens van nature lui is? Absoluut. Toch? Mm-hmm. Nee, misschien niet lui. Ik denk dat we van nature inzetten op energiepreservatie. We zijn van nature een schaarste omgeving gewend. Er is niet genoeg. Ja. Wat wou ik dan over zeggen? En daarmee doe je dus alleen wat echt noodzakelijk is. Ja, en willen we energie preserveren. Maar ik denk ook dat tegelijkertijd, we hebben allemaal een drive. Een mens wil het beter maken. Mm-hmm. En dat is ook oké. Dat is van, oh, maar dat is gewoon onze natuur. En dat heeft ons en de mensen, gewoon de individuele personen, super ver gebracht. Ja. Als ik nooit een drive zou hebben, als ik nooit ambitie, als ik nooit iets zou willen, dan gebeurt er niks. En wat wil jij? om maar even zo bam, recht in je missie te stappen. Nou ja, dat zei ik net. Vrijheid, wijsheid, overvloed. Zijn dat waarden? Ik bedoel, ik zie nog wel een verschil tussen een missie en een soort kernwaarde. Ja, ik zou dat waarschijnlijk een keer om moeten buigen naar een missie. Dus die vertaalslag zou ik nog kunnen maken. Die heb ik nu niet uitgewerkt. Maar een leven leiden wat in lijn daarmee is. Mm-hmm. Ik wil deze unit, dit lijf, dit stukje bewustzijn wat ik nu ben, heb. Zo lang mogelijk eigenlijk nog
Ik vind het superleuk. Ik vind het geweldig wat ik aan het doen ben. Ik wil hier gewoon zo lang mogelijk van genieten. Straks is het voorbij. En voor mij, en waar geniet ik van? Dat stukje wijsheid, vrijheid, overvloed. Daar, me daarop focussen. Mm-hmm. Ik van de week was ik aan het in mijn boswandeling. Daar komt hij dan. Mijn bosbad. Ik vind het zo'n mooi woord. De lang verwachte boswandeling. Ja. Ja, ik geloof niet in vorige levens of zo, maar wel in archetypen. Ik denk wel dat er bepaalde overkoepelende patronen zijn. Net als dat er persoonlijkheden zijn die op elkaar lijken. Ik denk, volgens mij ben ik het archetype. Als dit stukje bewustzijn langer in de tijd had geleefd, of langer terug had geleefd, dan was ik waarschijnlijk wel een rondreizende filosofische schrijver, psychoanalyticus. Ik kwam laatst. Ik denk dat het Freud of Nietzsche was. Tegen hoe die leefde. Ook van zolderkamer naar zolderkamer. Gewoon lekker denken en schrijven. En gesprekken aangaan met andere intellectuelen. En denk ik, ja, volgens mij is dat gewoon hetgeen waar dit stukje mens heel erg blij van wordt. Mm-hmm. Dus wat wil ik? Ik denk gewoon meer gehoor geven aan waar ik inherent heel erg gelukkig van word. Ja. Alhoewel, ik vind ook het woord geluk. Oh jee, het is ook weer zo'n rabbit hole. Want ja, ik zei het gisteren binnenkwam. Ik had vanochtend een kick-off sessie bij een woningcoöperatie. En dan vraag een van de opdrachten is ook mensen. Ik droom hiervan, ik wil nooit meer dit. En dan zeg maar, ja, ik wil nooit meer ongelukkig zijn. Ik wil nooit meer verdriet. Ik wil nooit meer stress. En dan komen we op non-dualiteit. En denk ik, ja, dat zeg ik dan niet. Want anders dan ben je daar weer een half uur aan het kletsen daarover. Ik denk, dat is niet het juiste om na te streven. Want nee. Er is altijd ongeluk. Ja. En wat is dan, het zal niet het woord connectie zijn wat je nastreeft, maar wat streef je na als geluk is blijkbaar ja, een soort van kortstondige... Ja. Ik denk het door, ja, het nog meer, of ik wil gewoon altijd vragen kunnen blijven stellen. Ik wil die nieuwsgierigheid verder cultiveren en het, ik denk niet dat ik het ooit allemaal kan snappen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om erover na te blijven denken. Besturen wij het universum of bestuurt het universum ons? Mm-hmm. Om even heel klein te beginnen. Ik vind het leuk om erover na te denken. Hoe ja. werkt het? Wie zijn wij? Wat is bewustzijn? Waar gaan we naartoe? Waarom is er lijden? Hoe kan je daarmee omgaan? En problemen hebben we altijd. En we hebben ook altijd ongeluk. En dat heb ik dan geleerd uit dat boekje van Mark Manson. Mm-hmm. Probeer niet te leven zonder problemen. Maar probeer de problemen te kiezen. Of probeer te kiezen welke problemen je belangrijk vindt. Denk ik, ja. Mooi, ja. Want streven naar een wereld zonder problemen of zonder schaduw. Nee. Ik denk niet dat dat het juiste streven is. Want dat lukt niet. Mm-hmm. Die perfecte relatie. Dat hele leuke meisje is ook degene die je hart breekt of waar je boos op wordt. Ja. Weet je, die hele fantastische baan, dat is ook hetgeen wat heel veel stress oplevert. Ja. Weet je, er is altijd een schaduwkant. Ja. En daar van die schaduwkant weg willen, ik denk dat dat de verkeerde kant op is. Mm-hmm. Dus eigenlijk kunnen we in jouw geval het woord geluk misschien vervangen voor levenslust of voor nieuwsgierigheid? Ja, misschien wel. Ja. Gewoon geïnteresseerd blijven. Ja. Hier blijven. En dat vind ik meteen een hele interessante. Ja, want wat die seksualiteit die jij benoemt in zo'n podcast. Ja, ik hoor dan vaak van. Ja, het is echt alsof je oprechte interesse hebt. Alsof? Ja, nee, maar ik vind dat alsof is wel een mooie. Want op het moment dat iemand jou zou vragen. Nou, Jeanette, ik vind het wel belangrijk dat je echt nieuwsgierig bent. Hoe zet je zoiets aan? Dus ik vind het heel interessant van hey, als nieuwsgierigheid en levenslust voor jou belangrijk is. Ja, dat is een mooi inzicht. Maar als je dan toch over persoonlijk leiderschap hebt. Van hey, hoe kun je nieuwsgierigheid in jezelf aanzetten? Hoe kun je ineens ergens interesse voor krijgen? Maar denk jij dan dat je overal nieuwsgierig voor moet zijn? Of interesse in moet hebben? Of dat we dat altijd aan moeten staan? Nou, ik denk het niet, nee. Maar ja, als je dan toch hebt over het maakbare leven. Ja, dan nee, is... niet maakbaar, wel stuurbaar. Mm-hmm. Denk ik. Jij krijgt ja. Tibor nog. Volgens mij is dat een ja. van zijn uitspraken. Niet maakbaar, wel stuurbaar. Ik sluit me daar wel bij aan. Ja.
Mooi, ja, ik zie nu inderdaad een soort rivier. En jij kunt een beetje bepalen hoe jij er doorheen vaart. Maar dat je naar beneden gaat, dat is een feit. Wat leuk. Jij bent volgens mij ook heel visueel in dat opzicht. Mm-hmm. Ook in de bijvoorbeeld de ayahuasca-ceremonies die ik heb gedaan. Of als ik aan het mediteren ben. Het zijn op de ene manier lijkt het alsof het er dan een soort van kortgezaakt-achtige YouTube-filmpjes in mijn hoofd. En ik zie het altijd uitgetekend voor me. Ik vind het zo jammer dat ik niet goed kan tekenen. Laatst was ik ook aan het wandelen. En eigenlijk wat jij zei, die rivier. Ik denk, wij mensen, we hebben dan doelen. En we gooien intenties vooruit. Ook hoop dat dit gebeurt. Mm-hmm. En dat zijn een soort van blokjes die we vooruit gooien in de tijd. Corey Allen noemde dat volgens mij ook blokjes. We gooien dat vooruit en dan lopen we daar naartoe. En dan hopen we dat dat dan uitkomt. Mm-hmm. Maar wij denken dat we op een soort van platte weg staan. Terwijl we dat blokje gooien. Maar je staat dan niet op een platte weg. Je staat dus op een soort van in een kolkende rivier. Denkende dat je op een platte weg staat. Iets vooruit te gooien. Wat dus ook in die rivier terechtkomt. Dus basically, het is chaos eigenlijk om ons heen. En volgens mij, als jij... En dat is niet erg. Als jij denkt dat je gewoon op vaste grond staat. Je kan niet meer doen dan gewoon dat blokje blijven gooien. Want anders doe je helemaal niks. Weet je? Ja. Dan krijg je dat nihilistische. Ja. Van, ja, maakt toch allemaal niet uit. En ik hoef het ook niet te proberen. Want het... Dat is het volgens mij niet. Ik denk wel dat we altijd nog wel in ieder geval een poging kunnen doen. Een intentie. Maar het enige wat je kan doen is het de wereld inslingeren. En daarna loslaten en kijken wat ermee gebeurt. Ja. En dan weer opnieuw iets inslingeren. En dan kijken wat ermee gebeurt. Nou, en dat is wat mij betreft ook een heel intrigerend thema. Ik heb hier met Maurits Groen gezeten. En als we kijken naar de klok van klimaat. Dan is het geen 5 over 12. Maar 10 over 1:30. Als we hem moeten geloven. En dat kan je natuurlijk ook nihilistisch maken. Ja. Maar hij citeert dan een Franse filosoof, wat ik niet letterlijk kan herhalen. Maar hij zegt, niet het doel van, nou, als ik dit doe, kom ik daaruit. En niet, als ik dit doe, dan kom ik daar vanaf. Maar gewoon dat jij die waarde hebt en daarnaar handelt. Ja. Dat is het leven en de reden dat ik het doe. Ja, en je hebt niet in controle waar dat blokje terechtkomt. Wat een ander daarmee doet, wat de wereld daarmee doet. Ja. Daar gaat het ook niet om, volgens mij. Het gaat erom dat jij een soort van vanuit authenticiteit dat blijft doen. Ja. Ja. Mooi, en dat is misschien ook wat verschil tussen het hebben van een doel of een richting. Ja, ja, ik denk dat richting veel beter wordt wat dat betreft. Mm-hmm. Ja. Eventjes iets meer in de practicalities. Ik denk, ik doe het even in het Engels, dan gaat het meteen fout. Ja, doe het in het Engels, want dat is makkelijker. 12 waves. Wat is de richting van 12 waves op dit moment in jouw organisatie? Het punt waar we nu op staan is dat... Kijk, Michel heeft een training bedacht. Mm-hmm. Die ik als denker, iemand die heel erg in theorieën kan verzanden... en heel erg in de informatie verslinden zit... heel erg fijn vond, omdat hij het heel erg in het hier en nu, in het praktische trok. Mm-hmm. Dus ik ben daarbij aan boord gestapt. Maar je bent natuurlijk heel erg benieuwd of het om hem hangt, of dat zijn product goed is. Dus zijn training goed is. Nou, ik ben nu de eerste die zijn trainingen ook zelf bij bedrijven doet. Loopt ontzettend goed, wordt onwijs goed ontvangen. Dus dat is de eerste indicatie van, oké, het gaat niet alleen maar om hem, mm-hmm. maar wat hij heeft gemaakt. Snijdt hout. Sterker nog, dat kan iemand anders ook overdragen. Dus dat hebben we nu. Dat weten we nu. Mm-hmm. Dus nu zijn we de eerste lichting coaches aan het opleiden, aan het certificeren. Die dus ook met die tools mm-hmm. aan de slag kunnen. Dus dat is wat 12 waves nu staat. En dat ons flagship, zeg maar, product is een training in persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Oké, wat wil je en hoe kom je daar zonder jezelf voorbij te lopen? Ja, want ik pik er even iets uit. En dat is natuurlijk de naam 12 Waves. Jij bent zelf Jeanette de Geus. Wat volgens mij ook al best wel een personal brand is. En dan heb je ook nog de Transformatie Podcast. Wat is jouw overtuiging rondom het kopje bedrijfsnaam versus je eigen naam? Als het gaat om zichtbaar zijn als ondernemer. Ons doel uiteindelijk is om bijvoorbeeld zelf eerst te kunnen verkopen. Mm-hmm. Ik noem maar even wat. Ik mezelf kennende, ik ga all in iets. Maar ik weet ook dat ik misschien over 5 jaar weer andere interesse heb. Of iets anders wil gaan doen. En dan wil ik niet dat ik mijn hele persoonlijke brand, om het dan zomaar even te noemen, daaruit moet vlechten. Of om moet ontvlechten. Ja. Dus 12 Waves is een bedrijf.
Wat niet op Michel moet hangen, niet op de transformatiepodcast moet hangen, niet op Snap moet hangen, maar wat als, net als dat Getting Things Done, GTD, dat is een bedrijf, dat is een term, iedereen kent een model, die. Een model. En zo willen 12Waves ook een model maken. Ja. Ik heb wel echt heel lang nagedacht, oké, moet ik de podcast misschien Life Crafting noemen, of daar een andere toespeling maken naar 12Waves, wat we doen. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Het meisje wat me nu helpt met mijn SEO is en haar houdt maar gewoon lekker transformatiepodcast. Ja. Dat kennen mensen nu. Ik denk, oké, ja, prima. Dus daarom heb ik dat zo gehouden. Maar ik denk, als ik een nieuwe podcast zou starten, dus vanuit deze positie, dan zou ik waarschijnlijk wel een naam kiezen die eerder verband houdt met 12Waves. Ja. Ja, kijk, op dat moment zijn het inderdaad twee bedrijfsnamen en dan je eigen naam. Maar ik vind dit altijd een fascinerend thema, omdat we natuurlijk in een wereld leven waarin iedereen een soort personal brand aan het worden is. Er werd ook heel lang geadviseerd, hè? Van, oh nee, gebruik je eigen naam. Want ik denk, ja, maar ik wil misschien over 5 jaar iets anders doen. Ja. Ik wil ook niet het kettenbalmeisje zijn. Ik wil ook niet het kookboekenmeisje zijn. Ja, ik wil ook niet het microdoseermeisje zijn. Ik wil ook niet, weet je wel, ik wil gewoon lekker maar niet in dat hokje zitten. En als ik daar dan weer iets nieuws wil, daar wel uit kunnen stappen. Ja, en tegelijkertijd, en dat is dan weer de psychologie. Ja, ik vraag het eigenlijk uit persoonlijk interesse ook, merk ik. Vanuit de psychologie doen mensen liever zaken met een gezicht dan met een logo. Klopt. En dat is misschien ook een van de argumenten waarom er wordt gezegd, wordt vooral een personal brand. Ja, maar als jij een methodiek hebt ontwikkeld, zoals een GTD, is het wel fijn dat dat niet op een persoon hangt. Ja. We hadden het straks over Ilko de Boer of de internetmarketeers. Ja. Ik denk dat daar misschien ook een stukje discrepantie zit, of waarom dat zo lastig is voor iemand om dat na te bootsen. Want zij hebben niet een model gemaakt. Zij doen wat hun persoontje goed kan. Ja. Ik kan dat niet. Ik ben hun niet. Nee. Maar als ze zeggen, dit is het model. En kijk, dit werkt bij Pietje, Henkje, Klaasje, Marietje en bij iedereen. Dan denk ik, je hebt een model gemaakt dat blijkbaar op deze groep mensen goed werkt. Ja. Ik denk dat dat sterker is. Maar ik denk dat het gewoon ligt aan wat je verkoopt. Ja, want als we het hebben over de internetondernemers, dan is het toch vaak, hè, weet je wel, Nienke van der Lekker is eigenlijk groter dan Ideaal in Bedrijf. Zelfs kun je zeggen voor Edwin Salei en het Hypnose Instituut, Ilko de Boer en Winst. Ja, voor bijna al die mensen geldt dat de persoon groter is qua merkbeleving dan het merk daarachter. Ja. Dus dat vind ik wel. Ik vraag me af hoe zij daar over 5 jaar in staan. Ja, denk je dat het een tijdgeest is? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Je hebt ze in Amerika natuurlijk ook, de Lewis House met zijn School of Greatness. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk voorbeelden te over. Ik weet het niet. Nee. Voor mij voelt dit goed. En ook met een beetje vooruitziende blik. Van, goh, weet je wel, ik wil het kunnen schalen. En ik wil het misschien wel kunnen verkopen. Ja. En ik wil een ander dit leren. Maar ik wil ze niet leren snet zijn. Nee. Ja, en dat is iets waar we het net vooraf ook over hadden. Weet je wel, van, weet je wel, een mooie quote. Weet je wel, als je zoveel mogelijk jezelf laat zijn, biedt dat ruimte dat de ander mag zijn. Ja. In plaats van, biedt dat ruimte om te kopiëren hoe de ander is. En dat is waar we volgens mij allemaal instinken met z'n allen. Ja, want je vroeg ook wat mijn relatie met social media was. Ik denk eigenlijk dat we, en dat volgens mij het Mark Tichelaar daar ook over als ik online zit op social media, krijg ik de hele tijd nieuwe informatie binnen. Ik krijg in 3 minuten, krijg ik verhalen tot mij van misschien wel 200 mensen. Iedereen die ik volg, elke account, dat zijn allemaal verhaaltjes. Yeah. De goede social media accounts maken ook een soort van doorlopend verhaal. Zo van, oh, dat is die is daarmee bezig. Dus ze keep you on board, zeg maar. Ik wil helemaal niet het in 200 verhalen zitten, want dan ben ik niet meer bezig met mijn eigen ding. Byron Katie ken je waarschijnlijk wel. En wat mij heel erg heeft getriggerd, en een van de dingen die zij zei, als je in je hoofd, zijn we vaak heel erg bezig met een aankomend podcast interview of iets belangrijks wat ik ga doen of iets wat al geweest. Dus we zijn eigenlijk in de toekomst of in het verleden, maar dan vaak ook nog in de toekomst in gesprek met anderen. En me ook aan het bemoeien met, oh, wat jij van mij denkt of wat jij van mij wil. Ja. Dus ik ben bezig met jouw beleving. En zij zegt dan, ja, maar als jij bezig bent met die andere zijn leven, basically, wie is er dan met jouw leven bezig?
En toen dacht ik, true. Ja. Op het moment dat ik aan het consumeren ben, op het moment dat ik andermans verhaal en andermans leven aan het consumeren ben, ben ik niet mijn eigen leven aan het leiden. Dan ben ik op de backburner bezig. En dat wil ik niet. En daar komt het wandelen in beeld. Het half uur zonder boek, zonder podcast, gewoon het bos in. Half uur, drie kwartier. Ja, ik weet het Japanse woord niet, maar er is een term, dat bosbaden. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Ik heb het allemaal nog niet geverifieerd en gelezen. Dus ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Maar ik woon dus inderdaad al anderhalf jaar in de Achterhoek. Mm-hmm. En echt helemaal in het centrum van de Achterhoek. Als ik buiten stap, ik heb geen doorgaande weg. Het is buiten het dorp. Het is echt helemaal in het groen. Mm-hmm. En dan stap ik buiten en heb ik niks om te schrijven mee. Geen telefoon. Dan ga ik lopen. En dan het eerste kwartier is meestal, heb ik al die haakjes, die loopjes nog naar andere gesprekken, dingen die lopen. En op het moment dat je in een, jij hebt zelf net ook allemaal best wel dappere keuzes gemaakt. Dat vraagt, je bent daar veel over aan nadenken. En dat duurt altijd even voordat die actuele dingen een beetje zijn gaan liggen. Een kwartier, 20 minuten. En ik heb gemerkt dat dan, als ik dan gewoon rustig blijf, of een beetje naar de bomen kijk, of naar omhoog kijk, dan komt de creativiteit, dan komt de inspiratie. En in de hele spirituele hoek noemen ze dat de downloads. Dan komen de downloads. De kennis. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het moet noemen. Ja, want je haalt hier even de wetenschapper bij van hoe ze dat in Japan dan noemen. En ja, wat daar dan precies voor functie in zit. Maar het lijkt me echt super logisch dat als wij zelf eigenlijk in wezen ook natuur zijn, dat als wij ons connecten, komt het mooie woord hier, met de natuur, ja, dat we dan in een staat van zuiverheid komen. Ja, en voor mij werkt het, want ik zie dat echt als mijn meditatie. Ik heb zoveel gehoord en gelezen en ik geloof echt dat meditatie fantastisch goed is. Alleen ik kon er mezelf niet toe zetten. En dat is één zo'n habit die ik heel graag wilde en die niet lukte. Niet consistent. Mm-hmm. En ik merk nu al, als ik gewoon naar buiten ga en ik ga lopen, gewoon slenteren zonder doel, ik kijk er zelfs naar uit. Ik kan niet wachten tot wij hier klaar zijn en ik de rit naar huis. En ik, even gewoon chill. En het is, je ziet het op zoveel plekken terugkomen. We hadden over Jan Bommeré. Als je zijn workshop nog gaat doen, dan heeft hij het ook over in het midden van dat infinity teken. Mm-hmm. Staat het ook stil. Yeah. En dan zegt hij, in onze kern staat ook stil. En dat is flow. Ja, het is een hele gekke combinatie. En ik merk dat als ik daar kom, als ik gewoon lekker in dat bos loop. Yeah. Dat ik in flow kom. In helemaal in het moment en in mijn lijf. Wat is voor jou de reden? Want je geeft aan die social media 200 verhalen in 3 minuten. Sowieso, hè, hebben we natuurlijk allebei misschien wel eens gehoord dat er in 1500 op een mensenleven evenveel prikkels waren als nu in 1 dag. Dat is echt bizar. En dan heb je natuurlijk gewoon, weet je wel, mensen zoals, ik moet eventjes denken aan Krishnamurti. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ik heb zijn Als een wit zeil op een blauwe zee. Ik heb 1 boek van hem gelezen. Ja, en dat zijn volgens mij voorbeelden van mensen die eigenlijk bijna helemaal geen informatie hebben geconsumeerd. En er zelfs ook nog voor kozen, zoals Leonardo zegt, om het ook niet te publiceren. Om het niet uit te brengen vanuit een staat van egoloosheid. Ja. Wat weer een paradox is, want iedereen heeft het dan over die ene man die niks publiceert, weet je wel. Maar waarom zou je überhaupt nog al die boeken lezen? Want ik kan me voorstellen, je wordt al geïnformeerd door de podcast, door je klanten. Wat maakt dan dat jij nog steeds een soort craving hebt naar informatie? Voor mij is het, en dat merk ik soms letterlijk, in die boeken staat niks nieuws. Dat klinkt heel erg alsof ik het allemaal weet. Maar waarom die boeken leuk zijn, is omdat, denk ik, iets in mij continu, ah, yes, ja, zo is het. Ja, Vera Helleman mooi, zei dat ook. Het is even gewoon zo'n momentje van herkenning. En daar word je blij van. En ik heb dat soms ook in podcastgesprekken. Bijvoorbeeld met Mirjam Spithold was het. Of als mensen even emotioneel worden, dan vraag ik, goh, wat gebeurt er nu? En dan is het vaak dat mensen heel even weer zichzelf herkennen. Om het heel spiritueel zweverig te zeggen. En ik merk, die boeken lezen, dat brengt me geluk, omdat ik heel eventjes daar iets in gespiegeld zie wat ik zelf ook al wel diep van binnen weet. Ja. En als we dan hebben over dat olietanken met al die opgeslagen oude herinneringen, oude indrukken, oude theorieën. Ja. Ik kwam van ver. Dus ik denk dat het ook mezelf
continu reminden is. Ik kan niet met één boek 30 jaar conditionering opheffen. Dus het is ook mezelf een beetje, ja, die conditionering voortzetten. Ja, of wel juist met één boek. Want dat is waar ik dan achter kom. Dat ik na 3 jaar het boek Synchroniciteit opnieuw heb gelezen van Jozef Jaworski. Ik weet niet of je het kent. Nee, nou, je snapt dat ding niet op mijn lijst. Ik heb ook meer boeken die ik nog moet lezen dan die. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel een flinke stapel die ik nog wil lezen. Ja, dat is mijn, denk wel, nummer 1 boek ooit. Dus in die zin is het een gouden tip. Maar ik heb dat boek opnieuw gelezen na 3 jaar. En ik las gewoon een totaal ander boek. Ja. Want het is gewoon echt een spiegel. En weet je wel, als ik in een soort van mindset rood ben, dan zie ik alleen de rode woorden op het papier. En als ik in de mindset blauw zit, dan zie ik alleen de blauwe. Het is echt een soort van de Matrix. Het is ook een hele vette podcast trouwens, de Syncpod. Ik wil hem heel graag zelf ook interviewen. Ja? Ja. Hoe heet hij nou? Ik heb hem net bij Duncan Trussell geluisterd. En ik ben een enorme Duncan Trussell fan. Dan ging het over manifesteren en de manifestatie bullshit vooral. De law of attraction, een soort van, weet je, al die verkeerde interpretaties van iedereen. Maar ze hebben het daar wel over synchroniciteit. En jij bent het universum. Mm-hmm. En jij creëert alles. En ik denk dat dat ook heel erg aansluit bij wat NLP en hypnose, zeg maar, ook op intapt. Je creëert het zelf. Ja. Maar omdat we dus die zoveel miljoen bits onbewust, zeg maar, we hebben niet in de gaten wat we creëren. We creëren onbewust, continu aan de lopende band. En ik denk dat die boeken, en ik lees niet eens elke dag, dat zou ik wel willen, mij helpen om bewuster te creëren wat ik graag wil voor mezelf. Ja, het is ook een soort noise cancellation, denk ik. Het is ontspanning. Ja. Het is voor mij echt ontspanning. Een podcast is niet ontspanning. Een podcast vergt concentratie en focus. En de boeken is voor mij een beetje laid back, terughangen. Is het ook niet op een bepaalde manier een verdoving? Hè? Want ik zie mezelf in een soort van liefdesclash, verslaafd aan liefde, nog eens lezen. En dan voel ik me eigenlijk wel een soort van, ja, alsof er een warm dekentje over me heen gelegd wordt. Terwijl diezelfde Jan Geurts eigenlijk schrijft, ga maar eens gewoon lekker voelen. Blijf maar eens gewoon bij dat gevoel. Ja, maar we hebben toch niet alleen maar vervelende gevoelens altijd. Soms beter ook gewoon, oh, lekker met een warm dekentje. Ja. En is alles helemaal roze en fluffy en pluizig. Thank God dat er ook dingen zijn die dat kunnen. En dat niet alles een struggle hoeft te zijn. En niet alles groots en indrukwekkend en heftig moet zijn. Mm-hmm. Is er iets op dit moment wat nog wel een soort van, ja, op dit moment kwetsbaar is? Een thema waarvan je denkt, hey, daar zit op dit moment een bepaalde weerstand op in mijn eigen leven. Vast heel veel. Nu actueel. Eigenlijk gaat het best wel goed. Ja, weet je, ik heb mijn struggles. En we raakten al heel kort de relationele situatie in waar ik in zit. Het gaat allemaal niet vanzelf. En er zijn best wel soms. Je komt jezelf tegen. Je komt je onzekerheden tegen. Je komt je twijfels tegen. Je komt je schaduwkanten tegen. Ja. En nou, dat kan best wel confronterend zijn. En best wel even werken zijn. En in het moment. ik heb echt wel gewoon onder in de douche op de grond gezeten zitten huilen. Dus, weet je wel. Maar dat zijn achteraf altijd de krenten uit de pap. Want als je die spiegel wel in durft te kijken, valt daar zoveel te leren en te zien en te groeien. Maar het is in het moment niet leuk. Nee. Dus als ik iets toewens, is misschien niet heel veel geluk, maar juist heel veel sorrow. Pijnlijke spiegelmomenten. Omdat ik weet dat het aan de andere kant vrijer is. En leuker is, makkelijker is en losser is. En ja, en dan kom je ook op een klassiek stukje van, ga ik die weerstand opzoeken of wacht je tot de draken naar jou komen? Ik ga ze niet opzoeken. Nee. Maar ik kies wat ik wel opzoek. Kijk, mijn ondernemerschap, daar zoek ik die weerstand op. Joe Rogan is er trouwens ook heel erg uitgesproken over. Hij zei, ik zoek die weerstand ook op in de sportschool. En mij ook, mijn training. Ik denk wel dat het belangrijk is om jezelf daar wel aan bloot te stellen. Om niet helemaal soft, zeg maar, te worden. Mm-hmm. Diamonds are born under pressure. Er zijn heel veel spreekwoorden die daarna verwijzen. We hebben weerstand nodig om te kunnen groeien. Alleen pick your battles. Ja.
Ga ik de weerstand opzoeken? Ik wil per se gelijk hebben in mijn familie dat, mm-hmm. dat mijn visie er is. Of dat ik mijn collega ga overtuigen. Ik denk, ja, dat zijn battles die ik niet aanga. Maar bijvoorbeeld mijn sporten wel. Mijn ondernemerschap. Het is een battle, jongen, om een bedrijf op te bouwen. Dat gaat niet vanzelf. Ja, want tot nu toe, hè, als ik tot nu toe, we rollen al een beetje naar het einde. Wat ik merk is zijn dat... Zijn we al echt waar? Ja, we zijn volgens mij sowieso een uur bezig. Maar nou, ja, wat ik even interessant vind is de rode draad die ik steeds terug hoor, is van inderdaad choose your battles. Maar ook, weet je wel, kies welke media je wel en niet consumeert. Ja. Voor mij is steeds de rode draad om die 0,1% van, nou, noem het even neocortex of higher self, om toch vanuit daar, ja, persoonlijk leiderschap, hashtag, keuzes te maken. Als het vergelijkt met online, offline, aan, uitstaan, ik denk dat heel veel mensen hun hele kostbare focus, een kostbare tijd dat ze echt hier zijn, niet bewust ook besteden, zeg maar, die dat opvullen met fluff. Ik hoorde het van gisteren nog. Informatie zijn eigenlijk de nieuwe calorieën. Mooi, ja. Vroeger hadden we zijn gebouwd voor schaarste. Dat was de schaarste in onze omgeving. Calorieën waren het groot kostbaarste iets. Daarom zijn we ook allemaal geënt op, hè, calorieën. En nu moeten we leren omgaan met een surplus aan calorieën. Informatie was ook heel lang het grootste goed en ontzettend schaars. Want als jij ergens woonde en je wist niet wat ja, dus je snapt hem. Terwijl nu is er een informatie overload. En nu is het onze taak om daarmee... We moeten eigenlijk op een soort van dieet. Ja. Je moet niet alles willen volgen. Je moet niet alles kunnen volgen. En ik denk dat je kan niet continu bewuste keuzes maken. Maar ik probeer mijn omgeving wel zo in te richten dat ik niet continu word blootgesteld aan negatieve input. Mm-hmm. Of in ieder geval input die mij niet verder helpt. Ja, en dat is misschien de pessimist in mij. Hè? Maar dan denk ik van... We kennen allemaal dat filmpje van... wilt u een mobiele telefoon uit de jaren 90? Nee. Oké, nou, dat is een heel, dat is een heel mooi filmpje waarin gewoon een reporter de straat op gaat. Wat denkt u ervan? Mobiele telefoons worden steeds vaker verkocht. En dan, nee, dat is echt niks voor mij. Nee, als het belangrijk is, dan bel ik. En anders stuur ik toch gewoon een brief. Ja. Nou ja, a few moments later, weet je wel. Nou ja. Maar zo werd ook de strijkplank. Want er is zelfs een podcast die daarover is gewijd. Uitvindingen die allemaal werden tegengehouden. En als je ze terug ziet, denk je echt... Oh mijn god, hoe heb je dat ooit kunnen willen tegenhouden? Er zijn hele podcast over. Tof. Ja. Ja, want ik vind het dus interessant dat je zegt van... Ja, weet je wel, het soort van informatiedieet. Maar ik denk dan bij mezelf... Als ik dat toepas... En als ik bijvoorbeeld ook ervoor kies om met geen smartphone... Maar een mobiele... Ja, maar dat zeg ik niet. Want daar ben ik... Ik wil mijn smartphone. Ik wil online zijn. Ja. Ik wil... Want anders zou je gewoon teruggaan naar de jaren 80. Nee, en maar is dat helemaal is niet geen ontwikkeling. Doen. Maar ik denk dat we nu... Net als dat we overladen zijn met eten... zijn we ook overladen met informatie. En we moeten gewoon leren kiezen wat de junkfood is, zeg maar. En wat echt waardevol is. Ja. Ik denk dat de online wereld... Nee, joh, het is geniaal. Ik kan naar een, I don't know, een boeddhistische monnik luisteren... Mm-hmm. die op YouTube staat... waar ik anders waarschijnlijk nooit van mijn leven iets van zou kunnen horen. Dat is toch geweldig? Ja, waarom zou je dat niet willen? En dat is volgens mij die itch waar we in leven. De itch van enerzijds een soort van enorme schatkist hebben... En tegelijkertijd die autonomie bewaken... om daar steeds maar één goudstukje uit te pakken. Ja, dat denk ik wel. En het zal voor iedereen anders zijn, maar ik heb gemerkt dat ik gewoon mijn dingetje beter vaart op iets minder uit die snoeppot dippen, zeg maar. Omdat als ik erin wil dippen, wil ik het ook echt bewust doen. En niet maar gewoon mindless consumeren. Ja, en dan is er misschien nog een soort van onderlaag vraag. Is, kunnen wij op een gegeven moment nog autonoom kiezen voor wat we in ons leven toelaten? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een platform als Facebook, wat jou zo lang mogelijk op dat platform wil houden. Logisch, vanuit de ogen van Facebook natuurlijk. Ja, maar kunnen wij met toch wel een overgroot deel reptiele brein weerstand bieden tegen die kunstmatige intelligentie? Goeie vraag, ik hoop het. Ik denk sommige meer dan anderen. Ik bedoel, dat is hetzelfde
was een hele discussie van, is suiker wel of niet verslavend? En sommigen zeggen, ja, suiker is verslavend, slecht. En dat moet je niet doen, want als je er eenmaal aan begint, weet je wel. Dus alsof je niet daar zelf een keuze in hebt. Maar suiker aan zich is niet verslavend. En ik denk dat informatie aan zich is niet verslavend. Het is het persoontje waarvoor het verslavend werkt, die daarmee om moet zien te gaan. Dus ik kan de suiker bannen, ik kan internet bannen, ik kan alles bannen wat slecht voor me is en waar ik niet te veel voor moet hebben. Maar ik kan kijken, hey, maar waarom ga je daar helemaal in kopje onder? Wat voor functie heeft het? Dus het zit bij jou. Niet, het is maar een tool. Ja. Als jij er niet mee om kan gaan, dan, en dat klinkt echt super hard. maar dat zou wel een mooie ingang zijn met gaan kijken van, hey, waarom kan ik dat niet loslaten? Ja, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dan toch uitkomen op begeleiding. Kijk naar de AA, weet je wel, alcohol. Ja, oké, alcohol is anders natuurlijk, want het is wel verslavend. Maar stel dat er supportgroepen zouden zijn voor mensen die te veel suiker eten. Ja, dat kan heel goed werken. Om je dat boekje weer, die habits. Voor iedereen werkt dat anders. De ene heeft die externe accountability nodig. Mm-hmm. De ander moet weten, oh, is dat hoe het zit? En die kan daarna keuzes maken. En wat maakt dat alcohol wel verslavend is? Want wat is daar de technische uitleg van? Het goed jezelf. Mm-hmm. De intoxicatie die het geeft. Dat is volgens mij verslavend. Ik ben geen verslavingsexpert, by the way, maar... Het is een beetje net zoals een type 1-nummer in een zak chips, waardoor je blijft eten. Waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Als ik nu iets heel stom zeg, dan hoop ik dat jouw luisteraars me op de vingers stikken. Ja, maar en dat vind ik dus heel interessant. Want ik zeg dus, van volgens mij, op het moment dat er misschien een soort onderliggend patroon of misschien zelfs een overtuiging uit de jeugd ten grondslag ligt aan, nou, dat gedrag en dat makkelijk vervallen in die verslaving. Ja, dan is het zeker met die pressure van al die verleidingen, is het volgens mij heel belangrijk dat we coaching nodig hebben. Ja. Maar mensen kunnen ook door een winkelstraat lopen zonder al hun geld uit te geven. Dus ik denk ook dat je online moet kunnen zijn zonder je aandacht aan alles te geven. Mm-hmm. We zijn het aan het leren. We zijn de eerste generatie die dit, zeg maar, meemaken. Dus ik denk dat het ook vrij logisch is dat we alle kanten opschieten en dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. En daar vinden we wel een weg in. Misschien moet het gereguleerd worden. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het op een gegeven moment gewoon normaal wordt. Weet je wel, nu. Als je de eerste keer een supermarkt vol met eten ziet, dan wil je ook alles horden en alles proeven en alles bij je houden. Weet je, en dat appt er langzaamaan ook uit, want het wordt normaal. Dus ja, misschien hebben sommige mensen daar coaching bij nodig. Of, Want heb jij zelf een coach? Hè? Want ik hoor dat stuk autonoom keuzes maken, dat innerlijk leiderschap. Maar heb jij zelf... Nee, ik heb geen coach. Nee, wel gehad? Nee, ik heb kort business coaching gehad met Love Fit Food. En dat is natuurlijk ook persoonlijk. Dus dat, maar niet één op één. Ik hoorde namelijk gisteren dat er... Nederland is het dichtstbevolkte land als het gaat om de hoeveelheid coaches. Ik kan bijna zeggen, er zijn meer coaches dan coachees. Hoeveel coaches zijn er in Nederland dan? Nou ja, ik geloof dat er 1, zoveel miljoen ZZP'ers zijn. En daarvan is iets van 600.000 die zich op papier coach noemt. Oh. Ja, dus dan heb je het heel gezellig, maar dus ook vrij veel competitie. Ik ben benieuwd of dat dan ook een resultaat is van die social media en individualistische online toestanden. Nou, de allure van online is dat je natuurlijk gewoon een bedrijf kan bouwen zonder de overhead en zonder een locatie en zonder personeel. Dat je iets kan creëren voor jezelf. Als je kan coderen al helemaal, dan kan je een software stukje schrijven of een app maken. Maar je kan natuurlijk ook een coachingspraktijk online zetten. En dat is natuurlijk super aantrekkelijk, want dat belooft... vrijheid, autonomie, weet je, dat mensen helpen en dat ik nog geld voor kunnen krijgen. Is het slecht? Ja, ik denk ook dat het een beetje een bubbel is. Ik had daar volgens mij ook met Remco Klaas over. Ja, in één keer, iedereen is spreker, iedereen is coach, iedereen heeft een challenge, iedereen heeft een funnel, iedereen, weet je, iedereen doet waar ik mee bezig ben. Nee, dat is de selectieve perceptie. Het lijkt, dat waren ze altijd, alleen ik zag het nooit. Ja. Misschien zitten we nu in een soort van coachingsbubbel. Het lijkt alsof iedereen coach is. Maar aan de andere kant, als jij met je podcast 10.000 mensen helpt en coach Pietje helpt 3 mensen,
En Tony Robbins helpt 10 miljoen mensen. Ja. Ja, we hoeven niet allemaal een Tony Robbins te zijn om mensen te kunnen helpen. Al inspireer je maar één iemand om weerbaarder te zijn. Mm-hmm. It's fine, maar moet je daar dan je bedrijf van maken? Nou, de tijd zal het wijzen. Nee, ik vind het wel interessant vanuit het kopje. Wij hebben nu een gesprek. Ja, toch wel onder de afspraak van, het is een podcast. Anders hadden wij hier waarschijnlijk niet zo snel gezeten met elkaar. En een ander die kan zijn levensverhaal kwijt doen en hoe zijn dag was onder betaling van een coach en een wandeling in het bos. En een derde die heeft een soort van Skype-omgeving waarin hij dat doet. Maar vroeger was dat, ja, misschien zeg ik iets raars, was dat gewoon de theetafel. Ja, en misschien was er een soort van verschraling in dat opzicht. In praten we niet meer met elkaar. Leroy zei dat heel mooi, dat juist door het stellen van vragen, doordat jij mij vragen stelt, dwing jij mij, mijn brein, om op zoek te gaan naar een antwoord. En dan denk ik, en dan denk ik, kom erachter, oh, maar ik weet eigenlijk wel heel veel dingen, of ik kan toch ergens wel linkjes leggen. En het is heel fijn als dat iemand jou die vragen stelt, waardoor jij weer kennis ontdekt, wilde ik bijna zeggen, maar je mening kan vormen, laat ik het zo zeggen, of kan aanscherpen. Maar als die vraag nooit gesteld wordt, word je ook niet geprikkeld om je mening te vormen of te herzien of misschien nieuwe dingen op te zoeken. Ja, ik denk mooi, dat ik denk dat is heel fijn. En ik doe dat dus blijkbaar van mezelf, dat ik mezelf vragen stel of dat die boeken die ik lees mij triggeren, zeg maar, tot nadenken. Dat is, maar dan zijn ook mensen die vinden het gewoon heel fijn om in een gesprek met iemand te gaan en daar die speldenprikjes, zeg maar, te ontvangen. Ja, het is denk ik een vorm van zelfvertrouwen. Ik heb hier ooit Ivo Ouwerkerk aan tafel gehad. Dat is een coach die ook wandelbegeleiding doet. Hij leert je dus niet wandelen, maar je snapt wat ik bedoel. Maar hij heeft wel eens verteld dat hij gewoon letterlijk zijn eigen probleem meeneemt. En ik zit nu in deze situatie met mijn vrouw. Wat moet ik daar eigenlijk mee? Dat vraagt hij in zijn coachie. Ja, en ik vond het eigenlijk heel interessant. Ja. Want op dat moment wordt iemand uit zijn slachtofferrol gehaald. En ja, komt erachter dat die ander misschien nog echt wel van tips en tricks kan voorzien. En dat is natuurlijk een boost voor je zelfvertrouwen. Grappig. Oh, wat cool. Maar sowieso, als je gebruiken veel het helden narrative, het helden verhaal. Kijk, als ik naar een film zit te kijken. En de hoofdrolspeler die zit even in de put. Of die heeft het moeilijk. Dan weet je, maar straks komt het wel weer goed. En als ik naar mijn collega's kijk, weet je, en je ziet even iemand die in een depressie zit. Of die even liefdesverdriet heeft. Of jeuk heeft. Maar je kijkt naar een andere persoon en je weet gewoon, oh, maar het komt wel goed. Want ik zei zet. Alleen je kan het van jezelf niet zien. Het oog kan zichzelf niet zien. Nee. Ja. Dus ik kan voor mezelf, voor mij lijkt alles in het moment eeuwig en altijd te duren. Als ik verdrietig ben, nou dan lijkt het alsof daar nooit een einde aan komt. Maar dat is ons hoofd. Dat houdt ons, zeg maar, helemaal gevangen in dat moment. Terwijl als je even een beetje kan uitzoomen en dat metaperspectief, dat is een NLP-term volgens mij. Is het meta, dus jezelf van afstandje bekijken. Mm-hmm. Dat is makkelijker om dat voor een ander te doen dan om het voor jezelf te doen, als je dat nog nooit hebt gedaan. Ja. Dus ik denk dat het een hele mooie bruggetje is van, oh, als jij mij wel van afstandje kan bekijken, dus de bigger picture in mijn leven kan zien, kan je daarna misschien ook het bigger picture in jouw leven zien. Even een stapje terug. Oh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja, en dat is waar onze podcast ooit startte, door letterlijk de vraag aan iemand te stellen, wie zijn je helden? En dan komt er vaak veel meer uit over het potentieel van die persoon, als dat je de vraag zou stellen, hey, wat vind je nou zo tof aan jezelf? Ja, want je kan alleen maar waarderen in anderen wat je zelf hebt. Ja. Dat is de hele spiegel, projectie of spiegeltheorie. Ja, en dat vind ik wel interessant, want ik ben er nog niet helemaal over uit of je dan inderdaad terugkrijgt wat je in potentie bent, of wat je al bent, of wat je zou willen zijn. Maar maakt het uit? Is dat onderscheid relevant? Nou ja, dat als ik bij wijze van spreken zeg, wil bij wijze van spreken Max Verstappen, dat vind ik echt een held, want die kan zo goed racen. Het is denk ik wel relevant om te weten of jij de mogelijkheid hebt om uit te groeien tot een F1-coureur.
Ja, maar je hoeft niet letterlijk toch te doen wat hij doet. Want waarom vind je hem inspirerend? Ja, precies. En dan kom je op een soort van onderlaag. Is het zijn doorzettingsvermogen? Nou, ik weet niet of hij nou echt een goed voorbeeld is. Ja, hij is een beetje, heeft het zwaar gehad. Ja. Het is niet meteen een hoogvlieger, zeg maar. Maar er is iets wat jij in hem bewondert. Wat bewonder jij in hem? Ja, ik noem hem nu wel. En dat is interessant. En nu is ineens de podcast geturnd. Ja, ik voel me ook meteen een stuk relaxed. Zo. Een stukje dissociatie. Goede vraag. Want er is inderdaad dan wel iets. Ik denk hetzelfde wat Gary Vee ook in zich draagt. Van wat is het directe resultaat van je geen fuck aantrekken van een ander, dat je sneller kunt gaan. En dat is in het F1 voorbeeld natuurlijk letterlijk. Yeah. Maar dat is denk ik van, weet je wel, zijn doelmatigheid dan of zo? Of zijn stoïcijnsheid van ik ga dit gewoon fixen? Ja, ik denk dat je ontzettend snel kan ontwikkelen als je je minder vaak spiegelt aan wat anderen van je vinden. En dat stuk, dat zie ik in hem. Ja. En dat is dus ook wat je in jezelf waardeert. Ja. Ja, I guess. Thanks for the interview. Ja, maar en dan haakt hij wel mooi in op waarom ik dan ga lopen zonder mijn telefoon. Mm-hmm. Ik denk dat, of op mezelf, laat ik het dan even zo zeggen, met mezelf. Ik denk dat ik heb een soort van, het is hypnose bijna, zeg maar. Ik ben in gesprek met jou en mijn aandacht zit hier. En ik kan nu weggaan, maar ik denk dat ik even een paar minuutjes nodig heb om het even van me af te laten glijden. En als ik nul tijd en ruimte voor mezelf heb, als ik altijd alleen maar bezig consumeren, ben ik nooit helemaal los. Nooit helemaal mm-hmm. even bij mij. En als ik nooit, dan ben ik alleen maar in die projecties en spiegelingen van anderen, verwachtingen van anderen. En weet ik dus helemaal niet wat ik zelf wil of fijn vind of ervaart. En ik denk dat daar het gevaar van een telefoon is, dat je altijd die andere gesprekken, bij je hebt. Heeft reizen daarin een belangrijke rol gespeeld voor jou? Want ik zie je wel eens regelmatig ergens een digital nomad, zeg maar. Dat is een stapje geweest in deze, in zo van, waarom is dat reizen nou zo fijn? Oh, een hele andere omgeving. Mm-hmm. Even helemaal uit mijn context, uit de habits, het water waar ik in zit. Hè? Zat in deze rivier en dat kabbelde maar gewoon voort. En ik wist even een andere context, maakt me even weer fris en vers. Meer in het hier en nu, zeg maar. Ja. En niet opgeslokt door alles wat dan loopt. En dat vind ik wel een hele interessante, want ja, dat kan ook dan een verslaving worden van steeds die nieuwe omgeving. Sure. Waarin ik weer als een soort blanco A4 mezelf kan presenteren zoals ik werkelijk wil zijn. En niet de oordelen of overtuigingen van hun over me heen krijgen. Ja. Je snijdt jezelf, je haalt jezelf even uit een bestaand plaatje en je zet jezelf op een blanco vel, inderdaad. Ja. En daar heb je dus niet ik moest er ook achter komen, je hebt daar niet per se een reis voor nodig. Je hebt daar wel even me-time voor nodig. En ik denk dat daar een meditatie ook daar ontzettend goed bij helpt. Want dat is ook jezelf even op een blanco vel zetten. Ja, precies. En want dat vind ik een mooi bruggetje naar misschien het laatste thema van deze uitzending. En dat is, weet je wel, het verschil tussen, weet je wel, keep calm in tense situations. Mooie zin. Hoe kan jij rustig blijven als jij op straat een kat in elkaar geknuppeld ziet worden? Ik noem maar even wat geks, hè? Oh. Jij wordt nu al helemaal wild. Ik zag hier in de lift was een dwergtackle puppy. Nou, sorry. Als ik daar iemand met de knuppel ook maar in de buurt zou zien. Ja. Maar moeten we dan kalm blijven? Ik denk het niet. Maar nou, kijk, het punt is van, als jij op een gegeven moment alleen maar een soort van tot je essentie kan komen en de vraag wat wil ik zuiver kan beantwoorden, als je altijd daarvoor op reis moet zijn en als je altijd een soort van in het reinen kan zijn met jezelf in de meditatie. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de implementatie en de praktisering in het dagelijks leven.
Wat is daarop uw antwoord? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet alleen zeg maar met ons headset op... Alan Watts, een van mijn grote helden. En die zegt ook, ja, weet je, het is allemaal leuk dat non-dualiteit en zen en bliss en ergens zitten. Maar de echte kunst is om met ene been daar te zijn, andere been in deze realiteit te zitten. En helemaal in het hier en nu mee te doen in dit spelletje. Want dit is het spelletje. Niet het zweverige in mijn hoofd spirituele spelletje. Nee, het is in het hier en nu. En ik denk dat weten... non-duale inzicht, zeg maar, kan ik echt wel vertalen naar hier. En dat uitzicht in een soort van moeiteloosheid. En dat legt Jan Bommeren heel goed uit. Op het moment dat je die rust wel kan bewaren, voelt dit in. En dan gaat alles veel meer in flow. En in moeiteloosheid. Gaaf, ja. Daar had ik het met Jan Geurts over. Over het spelletje Risk spelen. En dan kan je dan af en toe echt gaan, ja, ik dan. Ik kan echt gaan vloeken, op het balkon gaan staan. Maar op het moment dat je weet dat het een spelletje is, zonder dat je daarmee tekort doet aan de commitment die jij geeft in dat spel. En dat is volgens mij die dubbele werkelijkheid van ja, het is ook maar een rol in een spel. En ja, ik ga hem vol invullen. Ja, precies. Ja. Dit is maar, denk ja, al is het... en dan zijn dat is een ontzettend leuke rabbit hole om een keer in te duiken. Is de simulatie waar we nu in zitten? Zijn we de dromer of het gedroomde? I don't know, man. Ik weet alleen dat ik hier ben. En ik probeer het, zeg maar, hier nu gewoon zo goed mogelijk te doen. En mezelf zo min mogelijk drama aan te doen door mee te gaan in vervelende gedachten of overtuigingen. Of dat... Dus heb je daar wat aan? Kan je daar wat mee? Alan Watts. Ja, is er dan inderdaad nog een tegeltjeswijsheid die je aan de lieve luisteraar wil meegeven? Ach, mijn hemel. Ik zou het heel mooi vinden als mensen niet meer bang zijn om op zichzelf te zijn. Ik vind dat namelijk echt een teken dat mensen zeggen, ja, maar ik kan niet alleen zijn. Mm-hmm. Ik zou niet kunnen. Ik zou niet alleen kunnen zijn. En denk, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk dat je jezelf niet leuk vindt. Ja. Als ik niet in mijn eentje in een ruimte kan zijn, 5 minuten lang, of een uur, of 24 uur, zonder dat ik entertained moet worden. Ja. Gewoon zijn. en dat lukt me niet, want we gaan bijvoorbeeld met onze... klanten, onze jaartraject klanten, gaan we een vision quest doen. Zetten we 24 uur bij een boom. Nou, iemand had een keer stiekem een timelapse camera meegenomen. Want dat mocht eigenlijk niet, geen afleiding. Dus ik heb zijn timelapse van 24 uur. Nou, die man die kon niet stilzitten, zitten staan, liggen, schrijven, hangen. Mm. Die werd hem. Dat zei hij ook. Ik vond het zo kut. Ik vond het niet leuk. Ik vond het echt niet leuk. Die is daarna wel ook in coaching dat wel gaan exploreren. Denk, dat zegt wel wat. Het hoeft niet zo extreem te zijn, hè? Maar als jij gewoon niet alleen kan zijn, dan zeg je dus eigenlijk, ik vind mezelf geen leuke persoon. Ik ben niet leuk gezelschap voor mezelf. Ja, dat is schrijnend. Ja, en ik ben het er echt zo keihard mee eens. Want het is volgens mij Blaise Pascal, die zei in de 18e eeuw, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. En dat is dit. Ja. Maar dat is toch... Maar als je er echt over nadenkt, denk je... Oké, dus je haat jezelf. Of je vindt jezelf niet leuk. Ja. Je wil zo snel mogelijk weg bij jezelf. Ja. En ook daarvoor kan je weer de vraag stellen van... Hey, weet je, de realiteit. Dit betekent niet dat je dan maar als een monnik... je moet gaan afzonderen van de maatschappij... en je hele leven alleen moet zijn. Zeker niet, want ik denk hoe leuker ik mezelf vind... hoe beter ik bij mezelf kan zijn, hoe leuker ik ook voor anderen ben en hoe leuker anderen ook voor mij zijn. Ja. Ik bedoel, dat is plus. Dus je wint daar superveel mee. Ja. Want ook al je projecties, al je spiegelingen, al je onzekerheden. Als ik niet graag bij mezelf ben, kan ik dat aan jou hangen. En Jan Geurts zegt dat het mooie. Dus elkaar toedekken, alle beperkende overtuigingen, al onze ego-krampen bij elkaar toedekken. Maar als dat niet hoeft, dan kan ik op een heel ander level relaties aangaan. Ik vind het mooi dat jij soort van op dit moment in jouw leven dit thema eigenlijk afsluitend introduceert. En ik in Genève eigenlijk
het tegenovergestelde thema, maar daarin eigenlijk hetzelfde thema had geïntroduceerd. Voor mij was dat van liefde is de baas en de basis. En daarin concludeerde ik, ik mag meer tijd doorbrengen met mijn nearest and dearest. En dat ben je ook zelf. Ja. 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 Mooi. Nou ja, jij komt ook in mijn podcast. Mm-hmm. En dan gaan we, dan wil ik wel graag. Dan kijken we waarschijnlijk terug. Want ik denk dat het pas over een maand of twee misschien wel is. Mm-hmm. Dan ben ik wel benieuwd wat jij. Waar jouw experiment jou brengt of gebracht heeft. Ja, ja. Aan het brengen is. Ja, ja, spannend. ja, dat is inderdaad een soort van awkwardness die ik nu ervaar. Van, oh ja, shit, ik zit eigenlijk. Dat is ook een soort droom, weet je wel. Ik zit midden in een soort van totaaltransitie. En in dat gesprek was ik eventjes helemaal vergeten. Oh ja, oh ja, zo. Ze komt de realiteit, zijpelt langzaam terug naar binnen. Ja, oh ja, ja, of dit is de realiteit. Dat is misschien juist de les. Dat hier in het hier en nu is eigenlijk nooit iets verkeerd. Nou, dat is een hele mooie. Klopt. Ja. In het hier en nu luistert hij het terug, maar dan in een op een ander moment. Is er op dit moment één link waarvan je denkt, dit wil ik eventjes aan de luisteraar meegeven. Hier zijn we bezig. Hier wil ik naar verwijzen. Ik doe natuurlijk heel veel, maar ik vind het heel, heel, heel erg tof om lezingen en trainingen bij bedrijven te geven. Waarom specifiek bedrijven? Dat zijn vaak medewerkers die gratis of tegen hele beperkte bijbetaling trainingen kunnen volgen. En ik merk dat daar het aha-effect of het effect het grootst kan zijn, ja, ja. Met wat ik soms te vertellen heb. Dus dat vind ik nou, dat vind ik ontzettend leuk. Als je net even zo van, oh, ik kan ook zelf iets doen. Of life-changing, ja. Ja, dat vind ik weer zo pretentieus. Dus nou, daarom zeg ik het. Ik kom heel graag bij bedrijven trainingen en lezingen geven. Dat vind ik heel tof. Ik of een van onze trainers die we dus aan het opleiden zijn. Want nogmaals, het draait niet om mij of om wat wij aan het doen zijn, maar op het stukje inhoud dat we te brengen hebben. Dus als iemand geïnteresseerd is in persoonlijke leiderschap, persoonlijke effectiviteit, hook me op. En het makkelijkste is, denk ik, als ze op de website van 12 Waves kijken. 12-waves.nl of 12-waves.academy. En daar komen ze vanzelf op de juiste plek. Alright, super thanks. Voor de luisteraar, als je wil meepraten over deze aflevering, hashtag Helden en Hordes op Facebook, Twitter, Instagram. Toch weer al die social media. Alle dingen die we besproken hebben, die gooi ik even in de show notes. Ook een paar mooie boekverwijzingen en dat soort dingen. Een paar, heel veel. Ja, succes ermee. Ik zoek nog iemand die mijn show notes oproept. Ja. Ik vond het heel leuk om je het echt te ontmoeten. Ik vind het altijd wel weer het mooie aspect van deze social media. Dat ik denk van, heb ik jou nog nooit eerder gezien? Zo'n gevoel heb ik helemaal niet. Dus dat is dan altijd wel grappig. Dankjewel voor deze bijdrage en voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering. Graag gedaan. Yes, dit was een hele toffe aflevering, maar misschien vond jij van niet. In dat geval, laat het eventjes weten in de comments hieronder. Vond je het toch tof? Laat het eventjes weten in de comments hieronder. Wil je abonnee worden? Klik dan op de abonneerbutton. Wil je als allereerste de allerlaatste aflevering ontvangen? Klik dan op het belletje. Of geef ons op zijn minst een heel leuk duimpje. Heeft deze aflevering of een andere aflevering jou meer dan geïnspireerd? Ga dan naar patreon.com/heldenenhordes en support ons. Yes, ma'am, dat kost een paar euro's, maar je krijgt er ook hele leuke dingen voor terug. Wat krijg je terug? Ga naar patreon.com/heldenenhordes. Zo, ben je nog steeds niet uitgekeken? Dan zou het zomaar kunnen dat deze video of deze misschien iets voor jou is en anders zie ik jou weer bij de volgende show. Ciao!